Vanwege de kou mogen de kasten niet open. Maar als het zou kunnen, zou Ben zijn bijtjes bijna wel willen knuffelen. Ja, als je je bijen terugkrijgt die zo lang zijn weg geweest en het is gewoon je levenswerk, dus gewoon bizar. Ik had het nooit verwacht dat we dit zouden terugkrijgen. Okay. Het is ook een ongelofelijk verhaal. Ben zat gisteren wel 7 uur in de auto voor hij de gestolen kasten eindelijk weer netjes op een vertrouwde plek kon zetten. We moesten gisteren 3,5 uur rijden voordat we bij de vereniging van de bijenvereniging in België waren, waar onze bijen waren geparkeerd zo lang. Maar hoe is dan ontdekt dat ze daar terecht zijn gekomen? Ja, het verhaal waren vermoeden. In juni zijn jullie bijen gestolen. We hebben die avond een Belgische auto met kenteken, hebben we foto's van gemaakt, hebben we opgenomen en we vermoeden dat die mensen onze bijen hebben gestolen. Hebben we aan de politie doorgegeven en de Belgische politie is zodanig aan het zoeken gegaan. Die hebben hem maanden geobserveerd en uiteindelijk heeft hij afgelopen week bekend dat hij hier is geweest om de bijen te stelen. Maar waarom doen mensen dat? Want dat is toch wel heel veel moeite. Helemaal naar Nederland rijden om bijen te stelen. Ja, dat is ook heel veel moeite. Maar als je weet dat hier heel bijzondere bijen staan. Ik teel Kanika bijen van Slovenië. Heel zacht aardige bijen, een beetje lui bijtje. Maar heel prettig om mee te werken. Een Belg aan wie Ben ooit bijen had verkocht is naar het nu blijkt teruggekomen om nog een aantal kasten gratis mee te nemen. De bijen zelf hebben waarschijnlijk niets van het avontuur gemerkt. Tot het voorjaar mogen ze uitrusten, dan moeten ze weer aan de bak.